Een delegatie van Petronas heeft president Santokki gisteren ontmoet om de recente ontwikkelingen in blok 52 en Roy Stonea 1 te bespreken. De chief operating officer van Petronas, Adnan Zainal Abidin, voerde gesprekken om de verdere ontwikkeling van de recente ontdekkingen in samenwerking met Staatsolie te verkennen. De presentatie belichtte de mogelijkheden die Petronas biedt als onafhankelijk bedrijf en als nationale oliemaatschappij van Maleisië. Suriname scoort op het gebied van burgerluchtvaart zeer laag in Latijns-Amerika als het gaat om het handelen bij incidenten en ongevallen volgens de regels van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. CASAS heeft gisteren het verzoek voor het instellen van een bureau voor incidenten en ongevallen bij luchtverkeer onder de aandacht van president Santokki gebracht. De lage score van Suriname trekt tevens de gemiddelde score van Latijns-Amerika omlaag. Het is daarom noodzakelijk dat er een onafhankelijk bureau wordt ingesteld. De KMO-unit, een werkarm van het ministerie van Esoti, heeft ter capaciteitsversterking van de unit gisteren een trainingssessie gekregen van Erik Hansen en James Riordan van Solidaridad. De KMO-unit houdt zich bezig met het begeleiden en monitoren van ondernemers tijdens en na het proces van hun financieringsaanvraag. De KMO-unit krijgt de capaciteitsversterking om bedrijven en ondernemers verder te begeleiden en te monitoren, waarbij ondernemers uit alle sectoren via de unit een financiering kunnen krijgen.